boek je in 2010. 30 jaar Powerpop. Het is werkelijk ongelooflijk om te zien welke helden er hier door de jaren heen gestaan hebben. Robbie Williams, Anouk, Robert Plant. Het is werkelijk ongelooflijk. En dat allemaal voor NOP, want dit is het grootste gratis muziekfestival van Europa. Vandaag het 32e jaar alweer van Powerpop met goede artiesten. Zoals bijvoorbeeld Amy MacDonald, Blauwtzoen, Betty Serveert. Het kan ook wel eens de natste editie gaan worden, want het is ontzettend regenachtig. Maar laten we eerst even beginnen met de deuren openzetten. Want welke helden kwamen hier als eerst vandaag allemaal binnen? Nou, wat is het beter dan een zonnige dag te beginnen met een ontzettend zonnige band? Nou, het is een Haags feestje, dus een startje ook met een Haagse band. We zijn in 2001 al begonnen. Ze zijn heel Nederland aan het veroveren. En ik zeg, ze zijn niet alleen goed, ze zijn ontzettend splendid. Gaan we springen, dames en heren, in het Zuiderpark. Powerpop, gaan we springen, hallo! I don't know, why. Maar laat het zien, hè. Big Artism! That's for the inside of me. Every day I have to work to set my soul free. Although I sit on my knees and pray, something inside of me says, Papo! I'm selling my soul to the devil. Again, I'm selling my soul. I'm selling my soul to the devil. Again, I'm selling my soul. Drives me crazy, but I can never sit by and can't be lazy. Although I'm loving for the good I got, sometimes I think, what the fuck? I can't. I'm selling my soul to the devil. I'm selling my soul. I'm selling my soul to the devil. Wie sta je naar de sms, Patrick? Niemand. Kijk. Wacht, dit is Facebook. Plus 1. Heb je moeder al ge-sms'd of niet? Ja, wacht. Vertel. Kijk, wacht even. Ah, mooi jongen. Wat stond moeders, stond ze daar? Nee, of? Nee, ze stond in het publiek. Okay. Even kijken, ma, hier zo. En een haapet, ben er. Succes, wat een rot weer. Ben op de fiets. Kus je moeder. En toen heb ik gestuurd, goed te zien in het publiek, lieve mama. Oh. Kus. Ja. Komt ze al vaak kijken of was dit echt zo'n mijlpaal? Als het in Den Haag is en het is een beetje weer, nou ja, vandaag is het best wel fucking strijdbaar. Ja. Ja, laten we daar even over beginnen, man. We kwamen hier vanochtend aan. Het was echt verschrikkelijk, inderdaad. Jullie hadden ook soundcheck in de regen, volgens mij, met de regen naar binnen. Ik bedoel, hoe start zo'n dag van jou? Denk je, oh man, hoe gaan we dit doen? Oh nee, natuurlijk niet, joh. Dag. Nee, je gaat toch feestje bouwen? Je gaat toch niet de heen van, oh mijn kut weer, jammer joh. Sorry, je staat een Powerpop. Dat is toch wel, dan ga je gewoon daar heel anders in. Ja, zie je dat echt als een mijlpaal? Dat jullie hier staan? Ja, natuurlijk. Ja. Ik denk dat het voor elke Haagse band echt heel vet is om op dit festival te staan. Gewoon omdat het echt zo oud is. En het, weet je, toen ik vroeger klein was, ging ik een keer kijken. Weet je, dacht zo, oh vet. Ja, weet je, en dan sta je er nu zelf, snap je? Ja. Heel even terug in de tijd, dat is wel mooi. Want jullie bestaan al sinds 2001 nu natuurlijk. Zijn jullie bezig eigenlijk? Ik heb het gevoel dat dit echt de periode is waarin je zijn altijd goed bezig geweest. Maar nu ineens heb ik het gevoel dat er een enorme klim is bij jullie. Ervaar jij dat ook zo? Ja, nee, ik zie zeker dat het beter gaat. Zeker. Het kan altijd nog beter natuurlijk. Ja. Dus je moet altijd voor, tenminste, niet dat ik onwijs perfectionistisch ben, best chaotisch ingesteld, maar tegelijkertijd, weet je, moet je wel voor progressie streven, toch? Okay, En ik denk dat we dat heel goed doen en daarnaast is het gewoon echt fucking leuk om te spelen. Ja, gaaf man. Nou, dit is een heel bizarre dag. Jullie staan hier vandaag, maar Splendid heeft het druk, want je mag straks ook weer verder, of? Ja, we moeten naar Vierlingsbeek en dat is in, vlakbij Venray tegen de Duitse grens aan. Ja,
hadden er drie in dit etmaal eigenlijk. Dus stop in Vlaardingen vannacht en nu hier. Ja. De parasolen die vliegen er vandoor. Kleine wolkbreuk hier zo. Kut. Hebben we dit? Nee. Ja, nou, dat is goed voor YouTube. Nou? Kijk eens. Hey. Is het zo? Decor stort in. Decor. Nee, komt hier volgens mij nog wel goed. Je hebt heel even nog, kun je blijven hangen. Ga je nog andere dingen bekijken straks? Zeker weten. Ja, we blijven tot 6 uur hier zo. Want het is een Haags feest, dus we gaan even goed los zo. Heb je nog iets op je agenda staan die zegt dat wil ik zien of laat je het gewoon gebeuren? Ik denk dat als ik het haal, nog even de Astro Galaxy Tour wil zien, omdat ik het echt vet vind. Ja, cool. Ja. Oké. Okay. Hey, bedankt Den Haag, want ze stonden er voor jou vandaag. Aga, bedankt! Section of my soul in this world, my eyes witness events beyond planet Earth. Though I usually stay on track, finally be able to realize that backflip. Selling my soul to the devil, selling my soul, selling my soul to the devil. Het weer is niet zo relaxed, maar dat iedereen het toch getrotseerd heeft. Hé, wat vonden jullie van Splendid? Lekker, echt lekker muziek. Leuk muziek. Tel, waarom vond je het lekker? Wat was er mooi aan? Ja, gewoon lekker. Lekker meebewegen. Ja. Ja, het was een beetje nat, maar ik kreeg het er toch wel warm van, iedere keer weer. Ja. Wat vind je, waarom vind je het een mooie band? Vertel, wat zit erachter voor jou? Ja, ik ben een beetje verliefd op de pianist Bart Jansen. Dat vind ik echt zo'n lekker ding. Wat vond je van Splendid? Echt top! Ja? Ja. Vertel, wat vond je er goed aan? Nou ja, de muziek is lekker meedansen, dus zeker genieten. Eerste keer in Den Haag, dus ik vond het fantastisch festijn. Oh, het is voor jou voor het eerst dat je parpel bent? Ja. En je trotseert wel heftig weer vandaag, waarom? Omdat ik met vrienden hier ben en zij hebben mij verteld dat het geweldig is en ik vind het fantastisch. Okay, why are so early here? You're here for the band? No, I have you, I have you. But not for Splendid. No, but that's great. We zijn hier wel vanaf 9:30 voor Boys Avenue, hè? Nee. Okay, maar jij staat hier ook al moeite zo vroeg staan. Ben je toch uit je dak gegaan? Ja, voor Boys Avenue. Het is me duidelijk. Op Parkpop staat ieder jaar wel een band die niet iedereen kent, maar die het complete veld laat golven van enthousiasme. De boys die we nu gaan zien, die komen uit Argentinië en Colombia, maar hebben als thuisstad Barcelona. Past ook perfect bij hun muziek. Ik sprak ze net backstage, toen zeiden ze, wij gaan het podium en het veld compleet in tweeën trekken. Ik geloof er ook in, dus ik zeg muy bien, che sudaca. Colombia. Thank you.
Jaco, you just got off the stage, performed here at the Park Pop Festival. What's your first impression of this festival? Was it cool? It was really nice. Yes. It was lovely to see all the families, the kids, yeah, the old people, everyone in the park and enjoying the music. It was really nice, really good. Yeah. So on a top 10 list, would you put this one in there somewhere on a... This is really big, you know. This is one of the biggest that we have played, you know. Okay. So good. It's really impressive. You're touring for 8 years now already. Yeah. The band now is 10 years. 10 years already. 10 years already. Yeah. So touring, how does it feel for you to tour around the world? Is it, don't you get tired of it? Is it beautiful? How do you look at touring? Well, I have to say that it's everything in one. You get exhausted, but you're happy a lot, and you are doing what you want. You're living by your dream, so it's everything in one. You know, we can't complain. We're doing where we want it since we were teenagers. So we are really grateful with life and with the universe that we could do that. You know, nowadays, we really try to transmit that energy to the people. You know, it's really important to give good energy and to give good vibe and to tell the people that we are enjoying what we do. But for touring, you guys live on a bus or? Almost. Almost. All those guys together, how is that? Wow, it's being tough. Yeah. But nowadays we are really good friends, you know. Nowadays we're really good friends. We are a family. Yeah. We are not only the six musicians, we also the tour manager, the sound engineer. Right. There are people that were being working with us for many time. So we are a family, you know. Yeah. Until now, we have done 70 concerts in seven concerts right now. Unbelievable. That's rock and roll, huh? That's rock and roll. Yeah. We never know before. Maybe we wouldn't know. We would change the Well, Jaco, enjoy the festival today. It was great talking to you. Thank you very much. Thank Hope you to see you again on Park Pop. Ladies and gentlemen, Jaco Daka. Se logra dentro de una canción, por medio del baile, por medio del amor, por frente es la música, el canal de expresión. Usamos armas, usamos el corazón. Mira si me da el bolsillo de un gigante cabrón. Mamá, toda la paciencia que tenía, mamá, porque ya no creo en tu mentira. Mamá, el tren se cambió de esta vía. No hay más, se va, así más, y más, y más, y más, y más. Dale que dale, bla, 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 mentira política. En nieuw talent dat zie je hier ook op Parkpop. Zij krijgen allemaal de kans via de Road to Parkpop om hier te spelen. Ben je heel talentvol met je bandje of ben je misschien een goede zanger, zangeres, MC? Dan kun je hier een plek krijgen op een van de podia van Parkpop. En dit jaar heeft gewonnen een man die je misschien kent via de Nuclear Family of de band L4. Zijn naam is John Tarifa en hij gaat het hier vandaag op Parkpop doen. Give it up! Help us out. Sing along. But deep inside it feels so right, and now I sit here alone. Inside it feels so right, oh, oh. I said it really feels so right, oh, oh. I can't hear y'all. I said it really All right, help us out, like. Maybe I was wrong. Deep inside it feels so right, and now I sit here alone. Yeah. Feels so right, whoa, whoa.
We staan op het punt hier dat Betty Serveert gaat beginnen. Bent u fan van Betty Serveert? Nee. Helemaal niet, nee. Maar toch vooraan. Ja, kijk eens, er staat niks. Maar weet je wat meer van de band af of is het echt puur dat je gaat ontdekken? Ja, gewoon even luisteren, kijken wat het is. Wanneer heb jij ze ontdekt? In mijn studententijd, toen ze optraden bij ons in de studentensociëteit. Oké. Okay. Dus echt aan het begin, dus nu speelt ze weer dezelfde set eigenlijk. Dus ja. Vandaar dat ik vooraan sta. Oké, okay, en is het ook dat je Palomine toen, dat eerste album, ook gekocht had toen? Ja, op vinyl. Vinyl nog? Dus die zit nog steeds in mijn collectie. Oké, okay, wat kun je zeggen over het genre? Wat voor soort muziek is het voor jou? Ja, voor mij is gewoon de LP is heel bijzonder. Het is natuurlijk ruige gitaarrock, maar met een heel subtiel randje. En dat maakt het eigenlijk mooi. Het is gewoon heel open muziek. En zeker als je naar de tekst luistert, gewoon heel bijzonder. Het is 1993, Landgraaf Pinkpop. En er staat een band en die heet Betty Serveert. En voor mijn gevoel stalen zij daar de show die dag. Nou, we zijn nu bijna 20 jaar verder. Betty Serveert staat de Parkpop met een interessant gebeuren. Want zij spelen hun debuutalbum Palomine compleet integraal. Ik ben heel erg benieuwd of dat hier gaat werken. We gaan er in ieder geval naar kijken. Ze spelen hier op dit podium Betty Serveert. Wish I'd known your name. Feel that things would have turned out much the same. Now since this began, pages where it's almost everywhere. Now the sun. We zijn altijd heel goed om een beetje Twitter te volgen. En toen zag ik ineens bij Twitter staan, we're really nervous for the Parkpop Festival. Are we nervous? You betcha. Yeah. Nou vertel, waarom maakt Parkpop je nerveus? Vertel. Het was sowieso sinds Pinkpop het grootste festival wat wij ooit in ons leven hebben gedaan in de afgelopen 20 jaar. Ja. En al die berichten van ja, er zijn minstens 100.000 man. Nou, Pinkpop destijds was 60.000. Ja. Dus dit is meer. Ja, ja, ja. Dus ja, natuurlijk waren we fucking helemaal. Is dat nog iets waar je trouwens vaak aan terugdenkt? Aan dat hele Pinkpop verhaal toen was 93, hè? Ja. Oh ja, maar sowieso alles wat we hebben meegemaakt in de afgelopen 20 jaar. Dat wel? Ja, dat blijft er altijd bij. Okay. Ik slaap nog steeds in hetzelfde shirt. Ja, ik ook, mijn Betty Serveert shirt. Nou, daar moet ik iets over zeggen, dat is wel leuk. Ik stond een keer in Washington en iemand vroeg aan mij, so where are you from? Ik zei, I'm from Holland. Betty Serveert, that's a great band. Yeah. Hoe zit dat toch, door heel de wereld en vooral Amerika? Hoe dat komt? We hebben 28 tours gedaan. Ja, ik weet niet, ja. Nou, een beetje raar, ik kom even niet uit de vraag. Nee, maar jullie muziek slaat gewoon heel erg aan daar. Dat bleek gewoon inderdaad toen. Je hebt heel veel gedaan in Amerika. Maar hoe kijk je daar nu op terug? Ja, maar we toeren nog steeds. Ja. Ja, al 20 jaar. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk na de eerste demo, de Palomine demo zeg maar, die werd in Amerika al eerder opgepikt dan in Nederland. Ja. Dus we speelden al daar voordat we echt in Nederland optraden. Ja, ja, oké. Okay. Ze waren gewoon sneller met het oppikken van onze muziek. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, maar zo was het. Ja. En het mooie is ook, jullie zijn nu in ieder geval bezig om die Palomine LP gewoon integraal achter elkaar te spelen. Doe je nu hoe bevalt dat? Om dat als concert te doen, een heel album zo te doen? Ja, het is heel grappig om weer met de oude drummer te spelen. Ja, omdat. Er is ook een soort spiergeheugen, wat opeens muzikale dingen weer samenvallen die je met andere drummers niet speelt. Ja. En dan gaat opeens, oh ja, dat deden we. Ja. Omdat hij dat ook zo doet, want hij drumt heel poëtisch, dus hij heeft heel veel, heel veel dingetjes erin. Ja. En daar zitten ook heel veel basloopjes op en dat valt dan opeens weer samen. Ja. En ja, het was bovendien heel hilarisch, omdat we de eerste paar keer oefenen, we hebben alleen maar anekdotes opgehaald. Ja, we kennen elkaar al zeker 30 jaar of zo, lang voordat we met Betty begonnen. Ja. Dus ja, die vriendschap is eigenlijk nooit verwaterd.
heb je ze gezien op Pinkpop? Ik wist niet wat me overkwam. De Asteroids Galaxy Tour. Er stond een meisje in een soort van gympakje met allerlei glitters erop. Alsof ze in een soort jaren 80 gymzaal rondliep. Met een strot, ongelooflijk. De sound die ze maakte kwam uit een soort van politieserie uit de jaren 70. Nou, ik ben dus rete benieuwd wat ze hier vandaag gaan doen en wat voor pakjes aan de kont heeft hangen. Asteroids Galaxy Tour. To live your life, you got to be smart. Keep cool, keep calm. You know the streets of your hood is your town. Stick to the simple rules. Remember who's protecting you. The friendly streets will lead your soul if you don't take control. Yeah. Get a car, get a gun. Show the world what you have become. A fly, having fun. Celebrate your finally won. Build up a heart of stone. Forget what makes you feel alone. Ain't nobody save your soul. You're on your own. Now blow it, hey! This is what you got. Major ambition. This is what you got. Ooh. This is what you got. Major ambition. Het leuke van Parkpop is dat je ze allemaal kunt treffen, al die artiesten, in een gezellige caravan. Dan gaan we nu even kijken bij de Asteroids Galaxy Tour. There you go. It's Matt, ladies and gentlemen. No. Matt, can we come in for a second? Yeah. I just arrived myself, so okay. I apologize for the lack of love in this room. Oh, really? All right. Because it's a... Those lights are not the best, huh? No, it's very romantic. It's very romantic. Okay, I welcome what's you in. You just arrived here. What was your day in Holland already? Or did you come from somewhere else? I came straight from London. Okay. I had some things to do there before. The band, they went with our bus and slept overnight. Very nice. And really? I got up very early and okay. flew in with my manager. Okay. So we had a good day. You're the best, you're the most. You're the toast of the Barbary Coast. Hip soup, holy ghost. Everybody know you're the most. So the stuff I've been reading about you guys and which I always love to see is how do you people record albums, how does that work? And for the Asteroids Galaxy Tour, I don't know if that is true, but I want to know. It said that your studio is in a, let's say, an edgy area. And it gives you more creativity to make an album there. Is this story true? Yeah, kind of. It's in the red light district in Copenhagen. It's not as big and fancy as it is in Amsterdam, right. But it's okay. there, definitely. Yeah. And we got a studio there, and we recorded everything there. Before that, it was a small apartment in another area right. of Copenhagen. And we travel a lot, and we like to get, to be inspired by yeah. what we meet. Yeah. Because I think the sound is sometimes, of course, like a Starsky and Hutch show or something, like an old television police show. Would you think the same though? Yeah, it could be. Yeah. You know, we like to paint with the energy you get. Right. So, you know, it can be kind of dangerous and romance and heroes and lovers. Yeah. And not necessarily about us. Okay, one last thing. Can you, because normally we speak to people afterwards of the show, but now, okay, you never know. But can you say to the guys in The Hague, thanks for coming and have a great show today. We're ready to rock you, something like that. All right. Is that good? Yeah, maybe. Thank you so much for coming. I'm Mette from the Asteroids Galaxy Tour, and we are actually 6 people. Everyone is hiding. I'm the only one here. I'm gonna have to find them, but we're looking forward to. We're so happy to be here, and even though it's raining, it's good. We like it a lot. Asteroid yeah. Galaxy Tour, ladies and gentlemen. Thank you, Mette. Well, thank you. Yeah! Come on! Come on! Come on!
programmeurs van Parkpop zijn altijd koning als het gaat om iemand hier uit te nodigen die je misschien een tijdje niet gezien hebt, maar die ja, een enorme fanbase heeft. Nou, we gaan terug naar de jaren 80, want Adam Ant, Stand and Deliver, die single was een grote hit in Nederland en heel veel mensen probeerden ook nog eens zijn bizarre kledingstijl te kopiëren. Nou, misschien ken je hem ook nog wel uit films. Hij speelde in heel veel grote Amerikaanse producties mee, maar nu had ik zoiets van, waar is Adam Ant eigenlijk gebleven? Nou, kijk even op zijn site en hij komt werkelijk overal. Hij heeft veel concerttours lopen, maar vandaag is hij hier op Parkpop en er zijn volgens mij heel veel mensen heel erg blij mee. Ik zie hier een heel mooi jasje. Ja, en dat jasje doet mij denken aan Adam Ant. Ja, dat klopt. Daarom ben ik ook hier. Oké, vertel. Grote fan al jaren. Hoe zit het? Ja, al fan sinds 1981. Oké. Dus helaas nooit live gezien. Ik was toen nog te jong. Ja. Maar ja, nu gaat het dus voor het eerst echt een keer gebeuren. Dus ik ben er helemaal klaar voor. Het zal, je trekt er ook echt speciaal dit mooie jasje voor aan. Ja, klopt. Ja. Ja. Waarom? Omdat je daarmee, hoe zeg je dat, een soort van verbintenis hebt, toch? Nou, omdat ik het gewoon heel erg mooi vond. Ja. Nostalgische overwegingen. Ja. En ja, gewoon dat leuk is. Wat is het voor jou, Adam Ant? Al jaren fan, wat zit erachter? Vanaf mijn 11e. En ik zie hem ook voor het eerst live. Helaas voor niets naar Londen geweest, 10 jaar terug. Oké. Okay. Toen ging het concert niet door. Dus want? Ja, geweldig dat hij er is. Ja, toen zat hij op de psychiatrische afdeling. Dus helaas waren we wel naar Londen geweest, maar geen Adam gezien. Maar wat is zijn muziek? Wat doet het hem voor je? Ja, geweldig. Heel veel goede muziek, afwisselende muziek, van punk tot... beïnvloedt ook heel erg de hedendaagse muziek, van Robbie Williams tot ja, van alles eigenlijk. Stand and Deliver is pas nog gecoverd. Ja, geweldig. Hoe had ik dit kunnen missen? Hoe had ik dit kunnen missen? Zie je die streep? Nee. Vertel even, waarom is Adam Ant zo kicken? Waarom niet? Ja. Waarom niet? Nee, maar jij doet een streep over je gezicht en jij wil als, jij bent als hem nu. Ik heb 30 jaar moeten wachten. Ik was fan toen ik 13 was. Toen is hij hier ook met concert is hier geweest. Maar ja, met 13 jaar ga je niet naar een concert toe. Dan ben je nog te jong. Eindelijk, na 30 jaar, is hij hier op Parkpop. Nou ja, wat wil je nou nog meer? Gewoon kicken. Man, it's an honor to meet you. Great that you're here. You're today on the Parkpop Festival. First, we'd like to know, did you ever hear about this festival? You got the invitation. Did you ever hear about it? Yeah, it's like the biggest festival in Europe. And it's free, so it's great. I'm looking forward to it. Yeah. You play clubs, you play big festivals. Mm. What do you prefer to do yourself? I don't mind. You know, if an audience come and see you, you know, it's the same. Whether I'm playing a small place or a big place, right. Same show. Same show for you. I don't differentiate. Okay. I think people, you know, whether they paid or not, it doesn't matter, just play. Okay. Yeah. Interesting thing here, I'm walking here backstage and all the people are going, you're going to meet Adam Ant because they know I'm doing the backstage thing. And everybody's saying, oh, please take a picture for me, can you take me backstage? And I've never heard it so much. Oh. What do you think about that here in Holland? Hopefully, well, I've done a few outside earlier with a few people that have bought the records way back. Right. You know, hopefully I'll get an opportunity to, you know, have some photos done. Okay, because you've been in Holland before, you played here before. Yeah, yeah. A good audience always to do? Yeah, way before we became commercially successful, right. We were playing Europe, you know, playing Europe, playing Holland and Belgium and Germany, and they liked us before England, really. Yeah, so okay.
I'm looking forward to it. Okay. You know. Well, the interesting thing about always the 80s, of course, your videos were so perfect and so well made. I know you're an art fan or an art lover yourself, and you studied art and all. Yeah, yeah. Those videos, did that came from your own mind or? I was trained at art school to make films, so I had the advantage of being able to storyboard an idea. So I just storyboarded the lyric and then made the film, so there was no problem with someone coming up with an idea I didn't like. So okay. I did it. So, but you're a film fan yourself? Yeah, oh yeah, Fellini. Now I know, okay. It's really Fellini, really, you know. Fellini and, my favourite films would be Barry Lyndon, Kubrick, The Look. Yeah. And, the Hammer horror films and... really, everything visual goes in and comes out the way you want it to come out. So that was the style. Right. And a lot of people, I remember in the time, a lot of people also loved the way that you dressed, that whole style. Do you expect anybody to get the real Adam Ant look out there? I don't mind, really. Yeah, you know, good. If they do, great. If they don't, then, you've got to look forward. You know, I've got a new record coming out in the new year and a new single coming out in September. So to me, you know, there's going to be a change anyway. So there's been so many changes, it's kind of nice to... just see what people are doing now. You know? Okay. And the new record, what can we expect from it? Is it the style that we're used to, or are you going to do new things? Or? I've got my own record label now. Right. And it's a double album, and I'm taking care of the kind of vinyl collectors as well as the new streamers, you know. It's called Adamant is the Blue Black Hussar in Marrying the Gunner's Daughter, so it's the longest title ever. Yeah. And I'm looking forward to it, you know, see what happens. Okay. Yeah. I'm looking forward to your show. We're going to see you today. Right. Thank you, you're in Holland. And maybe you can say something to people in Holland. Yeah, thanks for having me. Nice to be back. And I'll see you again in the future. Okay, we have a good time. Showing me you're handsome, don't you ever stop being mad. Showing me you're handsome, Prince Charming, ridicule is nothing to be scared of. Don't you ever stop being mad. Showing me you're handsome. Parkpop is natuurlijk niet alleen maar muziek, er gebeurt zo ontzettend veel ook backstage. Bijvoorbeeld dit festivaldorp opbouwen. Daar zijn ze al een paar dagen mee bezig en dan is het één dag muziek en dan is het weer klaar. Wat gebeurt hier nou allemaal backstage? Krijg je nog te zien. Amy, an honor to meet you. Great that you're here. So how was your day before? Did you came in here first from another country or what happened? Yes, we came from Belgium last night. So we arrived last night and then I spent the afternoon and the morning at the hotel and got here about an hour ago. Okay. So how was the show in Belgium? It was good, yeah. It was really good. It was the first festival of the year for me. Right. So it went really well and I'm excited for tonight's show now. Okay, great. Because did you ever hear about the Parkpop Festival? Yes, I know all about it. Really? So I'm excited to be here. It's unbelievable because when it's a good day and it's looking pretty good now, you can have about, let's say, 250,000 people out on the field. Is that maybe the biggest crowd that you ever had in front of you? I'm not sure about numbers elsewhere, but it's a lot of people. But I think today's been a bit of a washout, so I can't imagine there'll be that many later on. Okay. Were you sort of troubled about the weather when you came in? Because it was really rough today. Yes, it was. It was quite horrible. So I wasn't looking forward to performing in that, but thankfully it seems to have brightened up a little bit now, so hopefully it stays like this. Okay, good. Hey, you have a new album out now. It's released in the beginning of July, Life in a Beautiful Light. I think it was an interesting story that this is an album that you wrote
at home and not on the road. Do you is that something that you prefer to do, to write an album in the relaxed environment of your of your own home? It was the first time I'd been home properly since 2006, so I took the time to just have a bit of time at home to myself. Yeah. And thankfully, just by being there, and I felt relaxed and positive, and the album just came together quite quickly and easily. So it's very positive and it's very happy and upbeat, and I think it just mirrors the way that I was feeling when I was at home. Right, okay. But you wrote an album, you wrote before on the road. Is it like in a more stressful environment? Is that tougher for you to do then? Or? Yeah, definitely, because you write because you feel you have to rather than because you want to. Whereas this time I was back to writing songs because I enjoyed it and because I wanted to. Right, okay. Well, the interesting thing is that here in Holland, you got embraced by the Dutch people. I think we were the first in Europe, I guess, to really love your music and all. Do you still think back about that time? What do you remember about that time when it came out first here? Yeah, I was really excited because it was the first country outside of the UK that had really taken to me. So it was really lovely coming over here and doing shows. And it feels great that I can continue to come back here. There's one show that I really loved. You remember the Pink Pop show that you came in? Yeah. And all this you were there like a minute before you had to go on stage. You remember that? I missed half of my set actually because my flight was cancelled. Yeah. So I had to then fly to Germany and drive to the festival. So I was able to do 5 or 6 songs, which was better than nothing. And I was very thankful to all the people that had waited until I got there. I still remember, I think a manager or something came in and said, "Amy, it's a madhouse, but you're here." I sort of pushed you on the stage and that was it. That was it. As soon as I got out of the car, I was straight onto the stage. I didn't have time to get ready or anything, but it was fun. I wouldn't like to do it like that again, but it was an experience. Okay. The funny thing we always try to do is, I think the Scottish language is really beautiful, but do you have a sort of let's say a saying in the Scottish language that is really close to your heart? There's loads of sayings. Yeah. I wouldn't say that any of them are particularly close to my heart. I'll try and think of one now. I can't really think of anything that would mean anything to anyone. Right. Okay, well, it's a great day. That's my have a lot of fun on stage. It's really thank you for so much for being here, and the Dutch crowd is going to love you. So, ladies and gentlemen, Miss Amy de Holland.
Dit was Parkpop 2012. Tof dat je gekeken hebt. En krijg je nou geen genoegen van al die optredens? Kijk dan gewoon vanaf 6 juli op vrijdag naar West Zomerpodium. Dan zie je alle optredens voorbij komen die we vandaag niet hebben kunnen uitzenden. Kijk je liever online? Dan ga je gewoon naar omroepwest.nl. Mijn naam is Paul van Berkel. Graag tot volgend jaar. De zon heeft meegenomen uit Schotland.